voor computers. Goeiedag, ik ben Millennio, de orakelwolf voor de komende eeuw, de orakelwolf voor het komende millennium. Wat gaat er gebeuren? Ik ben al 2000 jaar oud, dus ik heb het allemaal gezien. Ik heb het allemaal gezien. 1000 jaar geleden waren de mensen ook zo ongerust. En toen heb ik ook gezegd, rustig aan, de wereld vergaat niet. Ik ben Millennial. En je mag mij vragen stellen over de komende eeuw. Over het jaar 2000. Ik ben Millennial. En ik weet het een beetje. Vraag maar. Hallo, ik ben Achlan, ik ben 15 jaar en ik wil het volgende aan u vragen. Wat denkt u dat gaat gebeuren in het jaar 2000? Nou, niet zoveel. Behalve dat in jouw computer en in jouw agenda de laatste 3 cijfertjes en het eerste cijfertje veranderen. De 1 wordt een 2 en de 999 wordt 000. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar ik had al gehoord dat de elektriciteit en de lichten buiten en zo ook kapot gaan. Nou is het probleem dat die computers, daar hebben die mensen heel dom gedaan. Daar hebben ze vergeten dat jaar 2000 er goed in te stoppen. Dus wat er gaat gebeuren, dat heel veel kleine computertjes, die denken dat het nog steeds bijvoorbeeld het jaar 1900 is en niet het jaar 2000. En dat gaat fout. Maar zo fout zal dat niet gaan. Het licht uit, dat denk ik niet. Maar hier en daar een tram stil, of een brug die niet werkt, of een vliegtuig wat een dagje niet kan vliegen, dat wel. Nou, voor even dan. Voor een paar dagen, misschien een paar weken, hebben we er last van. En denkt u dat de wereld gaat vergaan of? Nou ja, kijk, er zijn van die collega's van mij die gezegd hebben dat in het jaar 1999 de wereld getroffen zou worden door een koning uit het heelal. Maar misschien hebben ze wel gelijk gehad. Alleen, is dat misschien een ruimteschip? Is dat een komeet? Dat weten we niet. Misschien merken we er niks van. Er is altijd gezegd dat het jaar 2000 of het jaar 1999 een vreselijk jaar zou worden. Maar ik denk het niet hoor. Ik denk dat we volgend jaar hier nog steeds zitten en dat ik over 1000 jaar nog steeds als millennial hier zal zijn. En over 2000 jaar, in het jaar 4000 ook nog wel. Dus ik denk dat het wel meevalt. Oké, dat was. Ja, lieve kinderen, we zijn hier op een computerbeurs en die heet Macworld. En het is een expositie, dat betekent dat ze allerlei dingen laten zien. En met name de nieuwste snufjes op het gebied van computers en de techniek. Nou, ik ben daar een paar dagen naartoe geweest. Dat was in San Francisco, zoals ik al zei. En dat is helemaal in Amerika aan de westkust. Nou, dat is wel 12 uur vliegen voordat ik er was. En je hebt daar dan 9 uur tijdverschil. Dus het is daar 9 uur vroeger dan dat het hier is. Nou, dan ben je natuurlijk een beetje van slag af. Want je denkt,
Je loopt daar midden in de nacht, loop je daar heel klaar wakker, want dan denk je dat het dag is. En kom je weer terug in Nederland en dan denk je dat het nacht is, terwijl het eigenlijk dag is. Dus dan voel je je niet echt heel lekker. Maar goed, we zijn daar op deze prachtige beurs geweest. En wat ik heb gezien, dat waren heel veel nieuwe spelletjes, spelen voor jullie kinderen. Nou, jullie zien het hier al. Computerspelen met hoe je kan leren schieten en hoe je door doolhoven moet kruipen. Echt de hele leuke dingen. Nou, jullie zien ook dat al deze kinderen, want er waren ontzettend veel kinderen op de beurs, om te testen natuurlijk en om te kijken of ze deze nieuwe spelen wilden aanschaffen. Nou, jullie zien, er is van alles te doen, dus kijk maar eens even goed hoe dat er nou precies in Amerika aan toe gaat. En misschien kun je over een tijdje met je vader en je moeder afspreken dat je ook eens een keer naar zo'n computerbeurs hier in Nederland kan gaan. En dan kan je altijd bij ons informeren wanneer dat dan precies is. Jullie zien ook, ze hebben hier een computer waar je driedimensionaal, dat betekent dat je van drie verschillende kanten een plaatje kunt maken. Nou, dat kun je natuurlijk allemaal inscannen, zoals ze dat noemen. Hè, en dan kun je hele bijzondere dingen doen. San Francisco heeft natuurlijk ook een stad. Hè, en dit is dan de stad. Zo ziet die eruit. Dit is in het centrum van San Francisco. En jullie weten, een architect is een mens die zich bezighoudt met bouwkunde, dus met het bouwen van kantoren of andere bedrijven en natuurlijk ook van onze woonruimtes, hè, zoals we wonen. Dat wordt allemaal gemaakt door mensen die noemt zich een architect. Nou, jullie zien hier, het bijzondere van San Francisco is dat ze oude gebouwen en nieuwe gebouwen bij elkaar in het centrum hebben gezet. En dat geeft een hele bijzondere sfeer. Jullie weten natuurlijk ook, San Francisco is een plaats waar af en toe aardbevingen plaatsvinden. En ik heb mij verwonderd. Ik dacht, goh, hoe kunnen ze nou van die hele grote flatgebouwen maken, terwijl er eventueel een aardbeving zou kunnen komen? Nou, ik heb het niet kunnen vragen, maar als ik het weet, dan zal ik het jullie vertellen. En ze zeggen dus dat ze aardbevingsbestendig zijn. Nou, ik weet het niet hoor, maar goed. Nou, jullie zien, dit noemen ze de City, de Sister Cities Garden. De tuin van het zusje, of de tuinstad van het zusje. Dan moet er nog waarschijnlijk een andere tuin ergens zijn.
Goedemiddag, ik ben Isabine van Bosse en ik wou wat vragen stellen. Wanneer zijn jullie eigenlijk erachter gekomen dat het millenniumprobleem zou ontstaan? Oh, de mensen die de foutjes in de computer gemaakt hebben, die wisten dat eigenlijk wel. Al 30 jaar geleden, 40 jaar geleden wisten ze wel dat als je dat jaar 2000 niet met 4 cijfers, maar met 2 cijfers erin zou stoppen, dat dat een keer fout zou gaan. Maar toen dachten ze, ach, die computers die doen het vast niet langer dan een jaar of 5 of 10. Dus dat probleem lost zich vanzelf al op. En toen zijn ze het eigenlijk vergeten. En toen werden ze in het jaar, ongeveer begin van de jaren 90, zijn de mensen wakker geworden. In 93 was er iemand in Canada. Er zijn mensen geweest die in 1995 wakker geworden zijn. En in Nederland zijn ze ongeveer in het jaar 97 wakker geworden. Dus vorig jaar, dat was het jaar 98, is er eigenlijk op grote schaal pas, hebben ze gezegd, we gaan er wat aan doen. Dus ze zijn heel druk bezig. Ja, ik wou het vragen, wat denken ze daarna te gaan doen? Nou, er zijn 2 dingen die ze kunnen doen. Ze kunnen alle computers controleren. Dat is 1 oplossing. Maar daarnaast moeten ze er rekening mee houden dat ze niet alles kunnen vinden. Dat er toch foutjes blijven staan. En dat je dus een organisatie moet hebben, dat je de samenleving, de politie, de brandweer, die moet allemaal samen goed getraind worden, zodat ze onverwachte dingen aan kunnen. Want we weten niet wat er echt fout kan gaan. Dus je denkt dat er gewoon nieuwe computers en alles zou moeten komen? Oh, heel veel computers zijn al vervangen, maar er zitten ook computers in, zeg maar, elektriciteitscentrales, in bussen, in trams, in vliegtuigen, die we niet allemaal kunnen vervangen. En daarom denkt Millennio dat we niet alleen naar de computers moeten kijken, maar gewoon met z'n allen samen ons moeten voorbereiden op een tijd die in ieder geval heel onzeker wordt. Maar wat denkt u persoonlijk zelf dat er gaat gebeuren? Ik denk dat we nog wel een paar weken onrust krijgen. Ja, maar buiten de computers af? Nou, die onrust bijvoorbeeld omdat je een afrekening van de Giro kunt krijgen, of van het pensioenfonds, of van de verzekering die zegt, u moet zelf wel betalen of u krijgt zoveel terug. Die foutjes. En daar schrik je wel van als je een rekening krijgt van een paar duizend gulden. En dat moet dan uitgezocht worden en dat geeft toch een heleboel verwarring. En misschien doet het veiligheidssysteem niet. En misschien kunnen we dit spulletje niet krijgen of is de shampoofabriek gesloten. Dat soort dingen. Oké, was het. Hallo, ik ben Leslie Vningen. Ik wil een paar vragen aan hem stellen. En ik ben 11 jaar. En wat gaat er eigenlijk later gebeuren op school eigenlijk? Nou, rond het jaar 2000, gelukkig hoef jij op 1 januari niet naar school en 2 januari niet naar school en waarschijnlijk op 3 en 4 ook niet, omdat je nog vakantie hebt. Nou, dan zou ik erg mazzel hebben, zeg. Ja, dan kun je, nou ja, dan kun je lekker thuis zitten en eens even kijken wat er verder gebeurt. Dus dat is wel een rustig gevoel. Maar wat zou kunnen zijn is dat de schema's die de school gebruikt, de computer om bijvoorbeeld de lesuren te organiseren, wie welke tijd heeft, dat dat een beetje in de war loopt. En misschien zou het wel kunnen zijn dat de cijfers die in de computer staan, niet alleen de goede cijfers, maar ook de slechte cijfers, verloren gaan. En dan moet je alles opnieuw doen. Dus als je heel veel slechte cijfers hebt, dan kan het een meevalletje zijn. Dus als je een toets doet, stel voor dat de meester het niet erg in heeft, of wat ja, er al kan als gebeuren. Als de computer dat niet goed doet, ja, dan kan het wel misgaan. Dat zou dan heel erg zonde zijn. Ik denk dat de scholen er meer op moeten rekenen dat, omdat de maatschappij een beetje onrustig wordt, dat ze misschien een weekje later moeten beginnen. Maar denkt u ook dat de gemeente vliegende auto's gaan maken of zo? Hoe bedoel je vliegende auto's? Zoals dat in het jaar 2000, zonder banden, skateboarden. In de toekomst? Ja. In de toekomst, zal Millennio vertellen, krijgen we auto's die, we krijgen niet alleen auto's die zonder banden kunnen rijden, we krijgen auto's die we aan elkaar kunnen plakken. Zo, dat is interessant. Misschien, heb je ze al wel gezien, die kleine autootjes? Maar die kun je ook allemaal aan elkaar zetten en dan krijg je een soort autotrein. Dus als je dan naar Rotterdam wil, dan ga je niet meer met je eigen auto, maar dan zet je je auto in een soort trein. Je koppelt ze aan elkaar en dan vlieg je met z'n allen naar Rotterdam. Dat is een heel erg massa, maar hoe maken ze dat dan eigenlijk? Nou, dat is niet zo moeilijk, want die auto's die kun je gewoon aan elkaar koppelen. Je hebt alleen computers nodig om te zorgen dat ze dus op tijd stoppen en rijden en dat soort dingen. Dus dan zal er ook geen stoplichten meer, denk ik, zijn, want je kan er gewoon overheen vliegen. Nou, of je nou kunt vliegen, of misschien via magnetische of rails of wat dan ook, dat maakt niet zoveel uit. Maar je kunt wel veel meer mensen vervoeren in een veel kortere tijd. Dus er komen minder files.
Dus er zijn ook geen bussen meer? Nou, bussen is een hele goede manier om mensen te vervoeren. En treinen ook. Het zijn de auto's die iedereen alleen in zo'n grote auto. Nou, dat kan dus slimmer met kleinere auto's die je aan elkaar koppelt. Dus dan kan het eigenlijk gewoon heel makkelijk zijn. Je hoeft alleen maar te stoppen als het rood is. En dat het misschien ook dat oranje. Het regelt of je moet stoppen of moet rijden. Dat is heel makkelijk. Ja. Dus dan hoef je... Het wordt steeds makkelijker natuurlijk. Hoef je geen... Helemaal geen koplampen te gebruiken om aanwijzen welke naartoe je gaat of zo. Nou, het idee is dat je niet altijd in zo'n gekoppelde trein zou zitten. Maar alleen als je lange afstanden rijdt. Dus als je naar je huisje wil rijden in de buurt, dan heb je weer een gewoon autootje. Dus denkt u ook dat de videotheek nog blijft? De videotheek blijft, maar die gaat werken met schijfjes. Zo, dat is wel heel erg leuk. Chips in de toekomst. Chips, dus je hoeft geen videoband meer te halen, maar gewoon zo'n chipje net als van een computer. Ja, of zo'n cd-schijfje en die hoef je niet meer terug te brengen. Hoeveel denk je wel dat het gaat kosten eigenlijk? Dat gaat minder kosten en, dat zei ik net al, je hoeft ze niet meer terug te brengen. Dat is erg mazzel. Die videoschijfjes, zal ik maar zeggen, die zijn dan maar 3 dagen goed. Na 3 dagen gaan ze vanzelf kapot, kan je ze niet meer gebruiken. Dus je leent ze wel of je haalt ze wel, maar je hoeft ze niet meer terug te brengen. Dat is wel erg zonde, dan kun je binnen 3 dagen je film niet meer zien. Ja, maar daar betaal je dan voor, anders moet je weer nieuwe halen. Dus hoeveel denkt u dat het eigenlijk gaat kosten? Ongeveer hetzelfde als wat een videoband huren nu kost. Zoals 5 gulden. 3, 4, 5. Dat is wel erg goedkoop voor een chipje dat je 3 dagen kan gebruiken. Ja, maar die schijfjes hè, die zijn maar heel goedkoop om te maken. Veel goedkoper dan videobanden. Nou, ik denk dat het heel leuk zal worden. En de bioscopen eigenlijk, hoe zullen die worden? De bioscopen worden met nog grotere beelden en nog veel meer schutteffecten. Het geluid komt van alle kanten in de bioscoop. Dus het lijkt net alsof als je er in zit of zo. Ze kunnen geur maken en ze kunnen schudden. En je hebt helemaal het gevoel of je erin zit. Dus ook driedimensionaal. Ja, maar daar zul je voorlopig speciale brillen voor moeten hebben. Ja, daar kun je in het jaar 2000 kunnen ze toch ook zonder. Gewoon met contactlensjes zien doen. Dat kan ook. Er zijn allerlei manieren om driedimensionale beelden te doen. Maar de mensen moeten dat wel willen, begrijp je? Zou jij naar de bioscoop willen en contactlensjes in krijgen? Nee, zeker weten. Dus het moet wel een beetje makkelijk blijven. De veranderingen, beste mensen, gaan niet zo snel als de mensen denken, hoor. 5 jaar geleden zeiden ze, iedereen is nou aan het internet. Zie jij aan het internet? Nog niet, hè? Alle mensen zitten nog niet aan het internet. Nee. Dus de verandering gaat niet zo snel. Dat is dus echt massaal. Ik denk dat het jaar 2000 is een grote verandering. Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee, zegt meneer Nio. In het jaar 1000 gebeurde er ook niet zoveel. En het jaar 0, 2000 jaar geleden, toen dachten de mensen dat is een belangrijk jaar. Nee, dat is helemaal niet waar, want Jezus was toen al 4 jaar oud. Dus hadden ze zich gewoon vergist. Dus er gebeurde helemaal niks in het jaar 0. En in het jaar 1000 eigenlijk ook niet. Dus waarom zou er in het jaar 2000 nou wat gebeuren, behalve die paar computertjes die een beetje problemen geven? Dus zal er ook eigenlijk chocoladefabrieken nog doorgaan en met repen, met noten? Of wordt het nou lekkerder of anders? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is in het... Nou, of er de komende eeuw nog lekkere chocola zal zijn. Ik hoop het heel lekker. Ik hoop ook hele lekkere chocola, want Millennio houdt ook van chocola. Goeie vraag. Ja, kinderen, en jullie zagen Millennio. En Millennio heeft natuurlijk ook een vrouw en die heet Millennia. Nou, daar gaat Joey straks nog even wat aan vragen. Jullie zien kinderen, dit is in Amerika. Er zijn ontzettend veel auto's op deze wereld. Veel te veel auto's. En Joey was nieuwsgierig naar het uitvinden van hoe we ons anders kunnen verplaatsen op deze aarde. Ja, nou wat wil jij weten? Ja, hoe gaat het in het jaar 2002 worden met, of in het jaar 2030 met schoenen? Met de schoenen? Ja. Hoe bedoel je met de schoenen? Denk je dat je geen schoenen meer hebt? Nee, kunnen die dan vliegen? Oh! Dat zou leuk zijn, kinderen. Nou, weet je wat we moeten doen? Dan moeten we vragen aan iemand in het publiek of die een uitvinder is. Nou, jongens in het publiek, kinderen in het publiek. Het gaat over het volgende.
Zou jij een schoen kunnen uitvinden waarin we niet meer een auto nodig hebben, maar waarin we over de aarde kunnen vliegen? En ook niet meer in de bus hoeven. Dan hebben we dit hele parkeerprobleem uit de wereld geholpen. Leuk! Wie het weet mag altijd naar Mystère bellen en schrijven. We zoeken uitvinders. Dan moeten we aan een uitvinder vragen. Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Vind ik ook een goed idee. Ja, hoe gaat het met alle, andere computers worden? Die je gewoon mee kan nemen op straat en... Oh ja, van die hele kleintjes die je in je zak kunt stoppen. Nee, die niet. Oh. Nou, dat zou toch volgens mij gebeurt dat gewoon natuurlijk. We krijgen gewoon van die kleine zakcomputertjes. Nou, ja. Denk ik hoor. Ja, kan ik die gewoon mee op straat nemen? Ja, precies. Neem je gewoon mee op straat. Nu heb je tegenwoordig ook zaktelefoontjes. Die hebben jullie toch ook allemaal? Ja. Nou, moet je kijken. Dus we krijgen ook vast zakcomputers natuurlijk. Ze zijn zo slim, de mensen. Nou ja, ik heb geen vragen meer. Mag ik dan nog een hapje van je hand nemen? Nou, lekker hapje, kinderen. Ik wil lekker hapje. Ik ben vies, hoor. Lekker hapje. Lekker, hoor. Tot de volgende keer, dan gaan we dit weer bespreken. Allerlei vragen die jullie hebben, kun je altijd bij ons terecht. Nou, dag! Ja, kinderen. En jullie zien, op de computerbeurs staat iemand met een pistool. Nou hebben we de laatste tijd van heel veel kinderen gehoord dat zinloos geweld, zoals ze dat noemen, en het is natuurlijk een beetje onzin, want geweld is altijd zinloos. Waarom zou je geweld moeten gebruiken? We zijn het daar niet mee eens en een heleboel kinderen vinden dat ook helemaal niet leuk. Maar de computerspelen hebben heel veel spelen met geweren. En kijk maar eens hoe dat er allemaal aan toe gaat. Hè? Hoe je mensen moet doodschieten. Zolang het op een computer gebeurt, kinderen, is er niet aan de hand. Maar oorlogsspelen kan ook op een hele andere manier. Hè? Je kunt ook je mond gebruiken of verbaal iemand de waarheid zeggen. En er zijn nog heel veel andere manieren waarop je dat kunt doen. En je hoeft heus niet altijd geweld te gebruiken. En je hebt natuurlijk ook nog een paar vuisten, mocht het werkelijk erop aankomen dat je iemand een lesje moet leren. Goed, jullie zien het. Er is van alles hier op deze computerbeurs te doen. En ik wil natuurlijk laten zien dat in Amerika er dit allemaal aan de hand is en dat er heel veel gebeurt op het gebied van computers. Nou, er waren natuurlijk heel veel kinderen, dat heb ik daar straks al gezegd. En ik vind het gewoon leuk dat jullie eens even kijken wat er allemaal te doen is. En moet je met je vader en moeder ook een keer naar zo'n computerbeurs willen in Nederland, dan kun je ons altijd even bellen. En je weet, aan het eind van het programma staat altijd het telefoonnummer. Kun je ons bellen om informatie te vragen waar je dan precies naartoe moet gaan. En er zijn natuurlijk ook spelen voor meisjes. Zoals jullie zien staat hier een prachtige Barbie op. En kun je op de computer leren hoe je er
hoe je haar precies kunt aankleden. Nou, er is dus ook heel veel te doen voor meisjes. Je kunt tekenprogramma's volgen, dus niet alleen maar geweren, maar ook heel veel andere leuke dingen. Oké, nou, ik heet Leslie Vening en ik ga vragen stellen aan Wesley Pruis. Nou, hij weet best veel van Millennium en ik weet er helemaal niks van, maar wat gebeurt er eigenlijk later dan met Millennium? Nou, het is nu 1999, maar de computers gaan maar tot 99. Dus, ja. Dus die 2 en die 0, die passen er niet meer op. Dus dan heb je wereld... Dus zou er ook van die kleine schijfjes komen van Millennium? Ja. Dat je zoals van kan zeggen van... nou, dit is een schijfje waar je alles op kan stoppen dat nooit leeg raakt. Of op. Ja, dat is zo. Ja, bijvoorbeeld overtapen van 2000 misschien of zo. Nou, dan... U hoorde net van de 2000 en nou, wat gaat er nog verder gebeuren? Valt het stroom uit of wat gebeurt er dan? Niet meer verder kan met computers of ze zijn nu nog bezig met het Millennium probleem te kijken of het nog goed gaat. En als het niet goed gaat, dan valt het licht uit. Maar ze zijn bezig om het te repareren. Dus komt er ook nieuwe Apple en MB en al die anderen, komen er ook nieuwe computers dus? Ja, die oude die gaan allemaal weg en die nieuwe worden allemaal nieuwe... Allemaal nieuwe dingen ingestopt, dat het weer tot 2000-3000 gaat of zo. Maar wat gebeurt er dan met die oude? Wat doen ze ermee? Weggooid of verkocht voor heel weinig. Nou, dan hoort het als het op de rommelmarkt zijn. Dan zou ik maar snel naartoe gaan. Dan is het erg cool. En wat zou, stel voor, er is een nieuwe een nieuw computer en hij slaat uit. Waar moet je dan naartoe? Moet je naar degene wie het heeft gemaakt? Of naar de winkel. Nou, je kan toch beter naar fabriek maken gaan, want die heeft het gemaakt. Ja, maar je moet eerst natuurlijk naar de winkel gaan en die stuurt het naar de fabriek toe. En dan krijg je het van de fabriek weer terug naar de winkel en de winkel geeft het weer aan jou. Ja. En als je een chip krijgt die helemaal, waar je helemaal niks mee kan doen. En stel voor, je krijgt een chip en je kunt hem erin steken en op een gegeven moment gaat je computer stuk. Betalen ze dat dan wel? Ja. Het moet wel, omdat het jaar 2000 is en als je computer naar een stuk gaat, moet je je geld terugkrijgen. Nou, dit was het gesprek tussen Wesley en mij en Leslie. Tot ziens. Doeg. Ja, wat gebeurt er in Millennium voor de computers? Nou, het is een beetje alleen voor bedrijven. In het Millennium probleem, ja, dat is voor bedrijven. Daar kan het fout mee gaan, maar... En ik geloof er niet zo in, een Millennium probleem. Nou, ik wel, dus. Met schoenen. Weet je daar wat van? Ja, daar weet ik wel wat van. Met schoenen, ja, ik denk dat er misschien, of wieltjes op je schoenen komen of iets anders. Dus niet vliegen? Misschien ook wel, misschien niet. Nou ja, dat zou jammer wezen als we niet kunnen vliegen. Nou, maar dan zou het. We zouden misschien wel kunnen vliegen, maar dan zou het zonder. Met vuurvonk. Dus dat je misschien 2-3 centimeter boven de lucht zweeft. Nou ja, dat zou ook leuk wezen. Nou ja, gebeurt er ook wat met auto's of met skateboarden? Nee. Ja, dat is jammer. Nou, dit was Donnie en ik en Joey. Dat ben ik dus en dat was het. Hoi, ik ben Donnie. Ik wil de groeten doen aan mijn lieve ouders, mijn vader en mijn moeder en aan mijn lieve opa en oma. Ik hoop dat ze dit horen. Doei. Hallo, ik ben Leslie Vaningen. Ik wil de groeten doen aan mijn vader, mijn moeder. Mijn tante, nou, mijn oom en mijn ex-oom. En allemaal vriendjes die ik allemaal zie. Ik hoop dat ze me kunnen zien. En ik wens jullie veel gelukkig nieuwjaar. En toen wensen, dat was het. Ik wou de groeten doen aan mijn vader, aan mijn moeder, aan mijn oom en aan mijn tante. En aan mijn huisdieren. Ja, ik wil de groeten doen aan mijn vader, mijn moeder en mijn tante en mijn oom. En
En mijn vriendjes en mijn klasgenootjes. Nou, dat was het dan. Ja, hallo, ik heet Sari en ik wil de groeten doen aan mijn ouders, mijn zus en broers. En aan mijn vrienden die ik ken. Hallo, ik ben Jansen en ik wil de groeten doen aan mijn vader en moeder. Hallo, ik ben Tjachtas en ik wil de groeten doen aan iedereen. Die ik ken. En aan mijn huisdieren. Ja, en dit waren ze dan, kinderen. Als jullie mee willen doen aan een programma, bel me dan op